Nou, de Chinese gemeenschap is blij met de toezegging van president Desi Bouterse voor reductie van het bedrag voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. Het staatshoofd kondigde tijdens de viering van Chinees Nieuwjaar aan dat illegaal in ons land verblijvende Chinezen een korting van 1000 Amerikaanse dollar zullen krijgen voor een periode van 3 maanden. Ze kunnen de komende 3 maanden dus $2000 betalen in plaats van de vastgestelde 3000. En parlementariër Stefan Tsang van de NDP zegt dat deze korting niet alleen voor de Chinezen geldt, maar voor alle niet-CARICOM-burgers die hier illegaal in Suriname verblijven. Ik moet nog horen of dat alleen voor de Chinezen is. Ik denk dat het over het algemeen is dat die reductie voor ieder buiten CARICOM en UNASUR verband geldt. En we zijn er in ieder geval heel blij mee. Het was inderdaad een verrassing. En we kijken uit naar de dingen. Maar ik hoop wel dat het voor ieder is. Ik denk ook dat dat de bedoeling is van de president, hoor. Goed, terwijl we merken dat die regering naastig op zoek is naar geld, krijg je ook wel de kritiek, dan nog een reductie. Ja, maar kijk, we zitten, zoals de president ook zegt, hij zit tussen twee vuren. En de reductie was niet zomaar. Er is behoorlijk wat weerstand vanuit het veld, vanuit de, in ieder geval de Chinese samenleving. Dat, omdat het bedrag 5 maal groter is dan voor de andere groepen. En daarbij vinden mensen dat ze oneerlijk worden behandeld. En daar, hebben we in ieder geval, daar heeft in ieder geval de president oor naar gehad. En dit is een prima geste, vond ik. Goed. Denkt u dat de Chinese gemeenschap nu massaal gebruik gaat maken van deze gelegenheid? Ik ga uit van wel. Het gaat in ieder geval om de illegale groep. Het gaat niet om de Chinese gemeenschap, het gaat om de illegale groep. En ik denk dat het voor hun in ieder geval handig is om uit de illegaliteit te komen, want daarvoor was het project ook. Haal die mensen uit de illegaliteit en zet ze in voor productie voor het land.